20 oktober, vrijwilligersmarkt, Hans Klein. Waarom een vrijwilligersmarkt? Nou, dit jaar is het jaar van de vrijwilliger, het Europees jaar van de vrijwilliger. Dus daar wilden we toch wat extra aandacht aan besteden. Daarom een vrijwilligersmarkt, maar tevens ook een welzijnsmarkt. Dus alle welzijnsinstellingen hier, omdat de oude SWOP, tegenwoordig gewoon de boei, afdeling welzijn, dit jaar 25 jaar bestaat. Dus het is een combinatie van, dat we dachten van, nou, wat gaan we doen? En vandaar dit festijn. Klinkt boeiend. Ja, maar hoeveel mensen staan hier dan wel? Hoeveel kraampjes, hoeveel instellingen? We hebben vandaag 45 kramen staan. En daar zijn we heel tevreden over. Ik had gehoopt op 80, want daar hadden we op ingezet. Maar met 45 hebben we gewoon een goed gemiddelde staan. En hebben we een leuke groep van de zorg en ook het vrijwilligerswerk hier staan. Dus dat is uitstekend. Jullie staan binnen voor de eerste keer. Hoe bevalt dat? Iedereen is gezien het weer zeer tevreden. Want het regent nu continu in buien. Het heeft een paar mooie momenten gehad vandaag buiten, maar het heeft ook heel hard geregend. En wat dat betreft staan we hier uitstekend. Wat brengen al deze instellingen zo al? Wat kan men zien hier? Nou, het is omdat die combinatie welzijn, dat is allerlei zorginstellingen. Van Sherpa, Amerpoort, Zerenlo, tot 3.0, de haven, de Zilvermeeuw. Dat zijn zeg maar de zorginstellingen. Dan hebben we een deels semi-welzijn, is de podotherapie, voetbehandelingen, dat soort dingen. En voor de rest, ja, welzijnsorganisaties van het Rode Kruis tot aan de Wereldwinkel. En die zijn allemaal druk op zoek naar vrijwilligers natuurlijk. Om het vele vrijwilligerswerk hier in Bunschoten rond te krijgen. Podotherapie had je het over. Wat heeft dat met vrijwilligers te maken? Helemaal niks, maar wel met welzijn. Het gaat ook om het welzijn. Dus we hebben ook de thuiszorgwinkel hier staan. Dat heeft niks met vrijwilligerswerk te maken, maar gewoon het feit dat je als inwoner van Bunschoten kan zien wat er allemaal voorzieningen zijn. Dat is deels wat de boei heeft te bieden. Alle facetten van de boei met maatschappelijk werk, jongerenwerk, centrum jeugd en gezin, noem maar op. Dat is ja, ook voor die organisaties gewoon van belang dat ze laten zien van als je last hebt van je voeten, bij ons kan je terecht en wij helpen je. Totale welzijn van de mens waar ook vrijwillig aan gewerkt wordt, kan ik het zo zeggen? Ja, beide, ja. Vanmiddag een mooie opkomst. Hoe gaat het vanavond? Ja, het is nu 7 uur geweest. Het begint nu wat te lopen. Ze hebben natuurlijk net een eten achter in de maag zitten. En ze komen weer wat binnendruppelen. Het is helaas niet in grote getalen dat ze binnenlopen. Maar wel gewoon een constante stroom van mensen die even komen bezoeken. En die met een stempelkaart druk op zoek zijn naar hun stempeltjes om een gratis portie poffertjes te krijgen. Dus het systeem werkt heel goed. En jullie hadden nog een prijs eventueel? Ja, de kaarten worden vanavond ingenomen bij de poffertjeskraam. En als je hem volledig hebt ingevuld en alle stempeltjes hebt, krijgen de 3 mensen die we uitzoeken een dinerbon van 50 euro om iets lekkers te gaan eten. Dat is een truc, hè? Die mensen moeten overal langs om dat stempeltje op te halen. Ja, en die truc die werkt goed, want ik zie met name wat organisaties waar zeg maar, normaal mensen niet aan de kraam komen, nu toch zeggen van, hey, ik heb nu even een moment dat ik eventjes die mensen kan toespreken en dat mensen toch vrijwilligers werven. Er is al 1 kraam, die had al 5 nieuwe maatschappelijke stagiaires geworven. Dus die was zeer tevreden. Ik kan me voorstellen, ik wens je nog een heel mooie avond. Dankjewel. We hoorden van Hans Klein over welzijnsorganisaties. Dat is ook Centrum Jeugd en Gezin. Bram Rebergen, wat doen jullie om het Centrum Jeugd en Gezin onder de aandacht te brengen deze dagen? Nou ja, vooral dit. We hebben pas de week van de opvoeding gehad. Hè. Daar weten jullie ook van. Mensen weer uit te nodigen om naar het Centrum Jeugd en Gezin te komen. Om te laten zien dat we echt een laagdrempelige organisatie zijn. Dat je niet hele grote problemen hoeft te hebben om bij ons binnen te komen. Maar dat je met allerhande vragen, dagelijkse vragen over opvoeden en opgroeien bij ons terecht kunt. Dus dat vinden wij belangrijk. En daarom staan we ook hier op de welzijnsmarkt weer. Om mensen weer te vertellen over wat we doen. En hoe werkt dat vandaag? Weten de mensen jullie te vinden? Ja, we hebben een heel mooi systeem bedacht, waardoor mensen een stempelkaartje moeten invullen en ze uiteindelijk bij elke stand wel terechtkomen. Dus ze komen ook bij ons terecht en dan merk je toch dat er heel snel gesprekken ontstaan. Als je het woord opvoeden of opgroeien gebruikt. Nou, we hebben een paar keer een oma aan de stand gehad die begon over de zorg over de kleinkinderen. Maar ook wel een moeder die zei van ja, ik zit toch een beetje met de handen in mijn haar over het gedrag van mijn dochter. Dus ze komen dan toch. En wat merk je dan? Dat mensen weten dat ze bij jullie terecht kunnen of is die drempel toch nog hoog? Nou, het lijkt wel, omdat wij nu hier staan, dat we dan onder de mensen zelf komen, dat het dan toch makkelijker voor ze is als dat ze op de fiets stappen bijvoorbeeld of in de auto stappen en naar de Wilhelminastraat rijden en naar het centrum komen. En ik begrijp dat ook wel. Ik snap best dat het lastig is om zomaar even naar een centrum te gaan waar mensen zijn die je niet goed kent.
om daar dan met je vraag naar binnen te gaan. Ik zou iedereen oproepen om het wel te doen, maar ik snap best dat dat lastig is. En daarom zijn we blij dat we ook gewoon een opvoedondersteuner in dienst hebben die bij de mensen thuis komt. Dat maakt het een stuk laagdrempeliger in ieder geval. Ja. Nou, we gaan door tot we helemaal geen drempel meer hebben, toch? En zo is het. Dat vind ik. Dankjewel. Graag gedaan. Jan, ik zie hier een heleboel kreten bij het clip. Hulp bij administratie ordenen. Dat is nieuw. Laat uw geld liggen, advies nodig. Wat kan het clip voor mensen betekenen? Een hele hoop. We helpen mensen dus bijvoorbeeld bij het invullen van de formulieren voor huur- en zorgtoeslag. Oudere mensen die soms met brieven komen die ze niet snapten. Dus met uitleg. Buitenlandse mensen die nog een probleem hebben met de taal, die bij ons komen met een brief. Soms met een belastingaanslag, dan zijn ze heel in paniek. Een brief van de belasting en dan staat erop dat ze dus de voorlopige aanslag betaald is. En dat dat dus voldoende is, dat het eindsaldo nul is. Maar de mensen krijgen een brief van de belasting en dan schrikken ze, omdat ze niet snappen wat het betekent. Dus dan komen ze bij ons. We hebben dus de taalverdeling formulierenhulp die mensen helpt met een lager inkomen. Met het invullen van belastingformulieren. Dat doen ze dus gratis. We hebben een jurist ook bij de vrijwilligers die bezwaarschriften schrijft voor mensen. En die zelfs af en toe mensen helpt met een rechtszaak om hun recht te krijgen, laten we het zo maar zeggen. Dus jullie helpen een heleboel, maar jullie verwijzen ook door? We verwijzen ook door, ja. Want ik bedoel, mensen komen bijvoorbeeld voor een aanvraag van een regiotaxi. Dan willen wij dus wel het formulier invullen, maar dan moeten ze mee naar het zorgloket. Die dus nu hiernaast staan. Want die moeten dus, want dan moeten ze een indicatie hebben van het CIS. Dat ze recht hebben op dat vervoer tegen die goedkope prijs. Maar dan willen wij wel het formulier invullen, maar ze moeten wel zelf dan naar het zorgloket gaan. Jullie zijn allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers, ja. Hoe is dat om dat te doen? Hartstikke leuk. Ja? En vooral bijvoorbeeld voor vorige week maandag, toen kwam er ook een buitenlandse meneer, die was een maand met vakantie geweest. En die kwam met 5 verschillende brieven. Ik wil niet zeggen dat hij in paniek was, maar het scheelde niet veel. Want hij wist heel niet wat hij ermee aan moest. En als hij dan, na een 3 kwartier weg had. En hij weet allemaal wat het betekent en hij is tevreden. Ja, dan heb je een goed gevoel gewoon. Want die man is tevreden en die gaat weg. En ben jij ook tevreden? Nou ja, dan zijn wij ook tevreden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel, want elke morgen zitten we van 9 tot 11. 5 dagen in de week, de 5 werkdagen. Maar we hebben het soms ook wel eens dat je dus morgen zit en dan komt er niemand. Nee. Dat kun je van tevoren niet weten. Het is dus heel wisselvallig, maar het is bevredigend werk, laat ik het zo zeggen. Als je mensen kan helpen. Dankjewel hoor. Graag gedaan.